Zo lekker bij me. Hi, schat. Hé, Ellie. Hé, en ik ben daar lekker aan het lopen. Mama is mee. Alleen een vlaggetje mis ik. Kijk eens hoe mooi. Hele goedemiddag allemaal, welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick, Roderick en Karin, ja dat zijn wij. Het is vandaag donderdag 8 december 2022 en het is bijna 3 uur, jongens. Ja, ik weet het is laat, ik weet het. Maar ik heb al lage rugpijn en ik ben gisteren van de trap afgezoden, flikkerd. Ja, dus ik kwam er niet uit, nee. En bij wie zou ik nou zitten? Kijk, kom er nou een skeetje op? Kom er nou een skeetje erop? Hé. Hey. Rijnkei. Ja, Rijnkei. Kijk je. Kijk je daar. 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 Zie je zelf. Hoi. Zeg maar. Zeg maar. Hoi. Nee, dan niet. Dus wij wensen jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Kijk dit dan. Echt zo lekker bij me. Hij schat. Hé, hey, Ellie. Nou, en wie horen we nou weer? Dat is Rijke. En die zit lekker bij mama op schouder, want hij schat. Nee, ja. Nee. En deze ligt hier lekker. Hm? Jij. Is ook wel een stukje lekker, hè? Kroelen met mij, hè? Oh, wat verhaal jij weer lekker, schat. Oh, wat ja, verhaal jij weer lekker. Wel, Ja, ze moet weer eigenlijk. Niet op de grond, er is net gezogen. Ja, nou ja, en? Boeien. Ja, maar ze komt nog maandag pas weer. Nou, het is nou donderdag. Ja, nou, ze joepie. Heeft vanochtend gezogen. Ja, nou. Dat is mooi voor haar. En lig je lekker, schat. Lig je lekker dan. Lig je lekker dan. Denk om met jou. Je zit in met jou. Dat doen we niet zo. Wat is dat allemaal? Wat is dat allemaal? Ga kijken. Even kijken. Ga kijken dan. Hoe kijk daar dan? Wat is dat? Een hele grote hond. Wat is dat? Wat ga je doen? Hm? Als mijn telefoon en even een update gaat. Kijken. Mooie joh, we zitten even gezellig aan de kartoffelsoep met spek. Joh, lekker. Ik heb een bakkie. Mama heeft een bakkie. Gezellig gaan. Ja, lekker. Ja, nou, ik hoop dat u het lekker gaat vinden. Ik heb het nog nooit van mijn leven gehad, dus ik merk het wel. Ja, daarom precies de hold. Ja. Nou, we gaan het meemaken of u het lekker vindt. Ja, het is nou nog heet. Eet smakelijk. Ja, jij ook. Dank u. Komt graag gedaan. En ik ben daar lekker aan het lopen. Mama is mee. Alleen haar vlaggetje mis ik. Alleen mama haar vlaggetje mis ik. Ja. Rechts, zei u. Ja, prima. Dan gaan we lekker rechts. Ja, nou ja, laat mijn booster maar zien aan jou. Kijk eens. Maar. Kijk. Dit is mama haar nieuwe bolide. Ja. Mooi rood is niet lelijk. Nee. Precies dat. Hoi. Mooi rood is niet lelijk. Nee. Dus dit is mama haar nieuwe bolide, dus jop, helemaal goud. Dat is weer wat anders. Deze en dan die andere, ja. Nou, ik moet een nieuw vlaggetje. Ah, een nieuw vlaggetje. Ja, ik moet alles nieuw hebben wat vlaggetjes aangaat, want de band rammelkadoek. Ja,
Dat is waar, hè? Alles kapot. Ja, precies dat. Dus ja, en dat met lage rugpijn. Ja. Dan ook nog wat ik al eerder zei, van het trap afvallen. Werkt ook allemaal lekker niet mee. Maar ja, maakt niet uit, joh. Kan allemaal gebeuren. Ja. En zo koud is het niet. Het is lekker eigenlijk, man. Ja. Het is heerlijk. Beter dan het. Ja. Ja. Precies dat. Dus. Mijn richting slaapt niet terug. Mijn richting slaapt niet terug. Nee, man. Ach ja. Dus ja, ik ga nou eventjes met mama even mee naar de Vomar. Even kijken of ze haar pakket nog kan krijgen. Ik hoop het wel voor haar. Want ze heeft er wel voor betaald. Ja. Dus dat. Zo, mama heeft haar box toch kunnen bemachtigen. Ja. Bij de Vomart, hier waar ik dus nou langs loop. Ja. Dus joh. Hé, joh. 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 Ja. Joh. Ja, en dat is mijn stopwoordje. Ja. Ach ja, maakt niet uit. Dat zeg ik, dat is mijn stopwoordje. Ja, sorry, ik kan er ook niks aan doen. Ja, maakt helemaal niet uit. Ja, ach ja, maakt helemaal niet uit. Ach ja, maak er een leuke dag van. Ach ja. Word je er al moe van? Ja, ik nog niet. Maakt helemaal niet uit. Oh, heerlijk. Je niet met ons mee. Ja, precies dat. Ja, wat is er met u? Hè? Wat is er? Tell me, wat is? Nou, wat hier nou weer in zit. Dit is gewoon anders. Dit is een activiteitencentrum. Ja, dat zou. Maar ik weet niet wanneer dat is geopend. Want ik rij... Nee, ik ben van de week hier helemaal niet geweest. Dan moet u lekker kijken op Facebook, want dat staat allemaal op Facebook. Ja, maar ik ben hier de hele week niet geweest. Nou, dan moet ik gaan kijken op Facebook. Nou, moest kijken hoe leuk dit is versierd. Alleen, jullie zien het nog niet. Maar ik wel, want ik film nu tegen het licht in. Ja, ik ben even... En dan zien we het niet. Denk ik zo. Precies dat. Want het is heel veel tegenlicht wat ik heb. Want ik zie het dan wel. Ik weet niet of jullie het zien. Wacht even. Tegenlicht. Kijk, nu zien we het wel helemaal in de verte. Oh, mijn lampjes. Ja, ik zal even inzoomen. Hoop ik dat jullie het nog meer kunnen zien. Ja, kijk eens hoe mooi en hoe gezellig. Ik vind die boompjes die daar rechts staan. Ja, dat weet ik. I know. Maar u moet niet zo iedere keer een domme vlog heen lullen. Ja. Dat doe ik niet. Ik stak mijn vinger op. Ja, en als ik mijn vinger opsteek mag ik praten. Als je mits, naar mij mits en dat ik u zeg van ja, praat maar. Kijk eens hoe mooi. Zo mooi. Kijk. Wauwie. Ja. Yeah. Zo, de ijsbaan staat er ook. Die staat dus nu hierachter. Maar gemeente Den Helder. Waarom denken jullie niet zo heel slim na? Want als je een ijsbaan opzet, is prima, is goed. Maar denk, één, om de veiligheid. De routes en voor de hulpdiensten. Want er zijn nou in principe vier straten afgesloten voor en politie, brandweer en ambulance. Dat is niet zo heel slim. Als je daar eigenlijk over nadenkt, kan je hem beter weer eigenlijk of op het Julianaplein neerzetten. Of elders, net zoals hier, hierachter hebben we een hele mooie parkeerplaats. Kan je hem ook neerzetten? Ja, oké, ik weet dan dat jullie aan de ondernemers denken voor het geld. Maar jullie kunnen dan ook altijd gewoon daar iets neerzetten qua een foodtruck of wat dan ook. Van de ondernemers die hier zitten. Krijgen ze het ook. Dus, ik zou zeggen, doe er eens wat mee. Het is gewoon een gratis tip van mij. Hoe gratis wil je hem hebben? Want ja, ik word niet door jullie gesponsord. Helemaal niemand. Dus dat scheelt weer. Maar ja, wordt gewoon niet slim over nagedacht. Maar ja, zo ben ik en zo denk ik. En dat mag. Dus ja, dus dat. Maar bij deze, het is een korte vlog, maar dat maakt ook niet uit. Het is ook wel eens een keertje leuk. Hoe korter, hoe leuker en hoe gezellig, toch? Ook niet altijd, maar oké, maakt niet uit. Maar ik ga deze vlog lekker afsluiten, jongens. Dus ja, dat krijg je dus nu ook, hè. Dat ze dus vanaf die straat eruit gaan en dan deze kant op. Wat eigenlijk ook niet mag. Maar ja, hè.
komt allemaal wel goed. Dus vond je dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het duimpje omhoog. Doe het belletje aan. En laat even tevens gelijk even een leuke reactie achter. En dan zeg ik dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.